Dames en heren, hartelijk welkom bij de 77ste aflevering van Licht op Leiden. Het is vandaag 26 december, tweede kerstdag. Karel van Schie is voorzitter van de Voedselbank Leiden. Maar we komen er straks wel uit dat het niet voor Leiden alleen is. Dat komt nog wel even op tafel. Tweede kerstdag is de dag na grote dag kerstmis. En dat hele kerstmis staat natuurlijk in het teken van eten en luxe. Maar wij moeten ons ook realiseren dat er heel veel mensen zijn voor wie dat niet of veel minder is weggelegd. En dat is de reden waarom ik speciaal vandaag aan Karel gevraagd heb om met mij te komen praten over jouw werk bij de Voedselbank. Hartelijk welkom, Karel. Dankjewel voor de uitnodiging. Fijn dat je er bent. Gewoontegetrouw gaan we eerst toch nog even praten over wie jij bent. Oei. En dat doen we aan de hand van wat foto's ook die langskomen in ons gesprekje. Kijk, de eerste die ik eerst wil laten zien, een beetje vooraf, want het is nog ver voor jou naar mijn gevoel. Nou, ik zit wel in die... Zit je hierbij? Ja, want ik ben er een van een tweeling. Ja? Nou ja, zoek maar waar de tweeling is. Die dus, denk ik dan? Ja, dat is mijn moeder. En of ik de linker of de rechter ben, dat weet ik niet. Maar wij zitten hier links... Met je opa en oma? Mijn vader staat erachter. Ja. Een zus van mijn vader daarnaast. En tweede, daar is mijn opa. Ja. Dus op de rij waar mijn moeder zit. Ja. En opa en oma die daar zitten. Ja. Dit is ook een verschil. Dit is denk ik Kees, zo te zien. Nee, Kees is mijn vader. Die staat hier linksboven. Nee, wie? Jaap. Jaap is dat. Ja, Jaap ken En daarna, dat zijn allemaal bovenin. Links van Jaap is... even kijken, dat is oom Anton. Nee, dat is oom Bertenstad. Ja. Dan krijg je oom Cor en dan krijg je oom Anton. Ja. En de twee, nou je ziet aan de boordjes, dat zijn priesters geworden. Ja. Opa en oma hadden al hun best gedaan met veel kinderen, maar die generatie daarna heeft dat ook gedaan, hè? Ja, nou ja, dit is uit drie gezinnen volgens mij. Ja. Ja. Want er waren er nog veel meer? Nee, van mijn vaders kant, even kijken hoor. Er waren drie met kinderen. Ja. En dan één zonder kinderen. Tante Beb was dat. En twee priesters. Ja. En die broer had ook geen kinderen. Ja. Koor. Ik heb nog een foto over het grote gezin. Ja. Ja. Wat zien we hier? Ja, dat was toen bij het 50-jarige huwelijk van mijn opa en oma. Ja. Je ziet ze. En dit is ook geboortehuis niet helemaal. Want ik ben geboren in het Elisabeth ziekenhuis. Ja. Maar dit is waar ik... de jeugd heb doorgebracht. En dat was? Wat zei je? En dat was waar? Dat is Kruijenstraat. Kruijenstraat, hè? Ja. In de Haver- en Gortbuurt. Ja, precies. Ja, dat was, daar zat jullie oude zaak altijd. Ja. Even kijken hoor, waar staat je vader nou? Mijn vader staat helemaal links. Links, ja. Met mijn broertje Bert eronder, die is overleden. Ja. En waar ben jij? Helemaal rechts. Dan zie je die twee keurige jongens in colbertjes, stropdas. Keurige. Vlinderstrikje. Ja, nou nee, het is een stropdas, hè, toch? Ja. Nee, dit is een vlinderdasje. Ja, nee, maar je moet naar links. En dan zie je dan zie je twee dezelfde. Ja. Althans. Bijna dezelfde. Oh, die? Ja, ja, die ja. Naast een zusje van mij, dat is mooi. Mieke. Ja. Leuk. Ja. Grote gezinnen. Grote gezinnen. Was het een fijn gezin? Ja, heel fijn gezin, vind ik, ja. Heb je een goede jeugd gehad? Ja, ja. Je bent veel te... dit zijn vader en moeder? Twee hardwerkende ouders in een melkzaak, een melkwijk, et cetera. Hoe ver ging die wijk wel niet? Nou, dat is maar net wanneer je welk jaartal je kijkt. Want vroeger had je... werden verdeeld, hè? Ja. Ja. Nou ja, je had... voor de sanering, zoals dat heette. Ja. Kwam mijn vader overal in Leiden, bij wijze van spreken. Zoals elke melkboer. Ja. Dus in één straat kwamen soms 5-6 melkboeren. Ja. En dat is toen best een hele politieke discussie geweest. Want ze waren bang dat als je het gaat saneren en wijken gaat toedelen, dat dan er monopolie ontstaat. Ja. En dat daardoor de melkboer die in die straat is, kan rekenen wat hij wil. Het zijn dingen die je nou niet meer kunt voorstellen. Dat kan je niet voorstellen. Nee. Maar dat is echt volgens mij op landelijk niveau een discussie geweest. Mogen melkboeren gesaneerd worden vanwege concurrentie? Ja. Maar dat is allemaal wel gebeurd. Ja, ik zou dat uit mijn hoofd... Maar ik denk dat allemaal in de jaren 60 gesaneerd is ongeveer. Ja, zo ongeveer. Dit zijn je ouders? Ja. Bij hun huwelijk? Ja, bij hun huwelijk. Wanneer was dat, weet je dat?
Mijn vader is uit 16, hij is denk ik op zijn 30ste getrouwd. Dat zal, het was net na de oorlog. Net na de oorlog. Ja. Ja. Dan hebben we er nog één. Dit is ook een. Ja, dat is een leuker, hè, deze. Ja, die is ook. Nou ja, je ziet het, hè. Ja. De twee. Ja, ik weet echt niet wie ik ben, hoor. Dat zou ik aan mijn moeder moeten vragen. Ja. Ja, die heeft het ooit wel eens gezegd. Ik denk dat ik de rechtse ben, maar... Maar wie was het eerst? Ik was 5 minuutjes eerder. Ja, dan ben jij dit. Hoe weet je dat? Nou, in mijn schatting is dat degene die het tweede komt ook altijd wat dunner is. Dat ben je wel kwijt. Hier heb je een bolle koppie. Ja, ja, nou dat... Maar het is de theorie van hier. Ja, 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 nou, meestal zeggen ze juist dat ik zo'n smal kopje heb. En mijn tweede broer Peter en wat breder. Ja. Maar goed, het zou kunnen, maar... Dit is het voltallige gezin? Nee, dit zijn er 7, hè? Ja. Dus Mieke, die was nog niet geboren. Oké. Okay. Dus ja, nog eentje daarna. Okay. Ja. Kijk. Ja. Ja. Dit zijn ze weer? Ja, dat weet ik het ook niet, hoor. Dat is in de Haverstraat. Ja. Dat is, nou ja, goed, zijstraat van de Kruisstraat, hè? Was er een groot verschil? Dat, ik ken het, ik kom ook uit Leiden, ja, dus ik ken het vanuit die jaren in ieder geval. Ja, ja, ja. Er was natuurlijk een groot verschil tussen de ene straat en de andere straat. Er werd allemaal idee aan opgehangen. Maar was de Kraaienstraat een echt andere straat dan die daar Haver in Gortstraat? Ja, wel. Wel. Ja. De Kraaienstraat had je... Ja, daar zat veel middenstand. Winkeltjes. Ja, dat kan je niet voorstellen als je nu doorheen rijdt. Ja. Ja. Maar als je alleen op de Kraaienstraat had je... Wakker. Dat stukje van Levendaal tot Plantsoen had je... 2 melkboeren, je had Verberg en wij zaten dan midden in de Kraaienstraat. Ja. Je had een visboer, je had een slager... 2 groenteboeren en een drankwinkel. En een drankwinkel van Wakka. Ja, die herinner ik me. Ja, dus het was een ander soort straat. En, in die zin leefden wij ook in 2 werelden. Ja. We leefden met vriendjes op Plantsoen. En, nee, want dat bedoel en vriendjes in de haven. Ja, vroeger, kijk, nu is het een juppenwijk geworden. Maar vroeger mocht je eigenlijk van je vader en moeder niet zo erg in de Haverstraat en de Gortestraat komen. Ja, maar wij wel, hoor. Jullie wel. Ja, ja. Wij leefden daar. Dat was gewoon onze... Ons speelterrein, ons Plantsoen en natuurlijk die hele buurt. Ja. Je komt uit een katholiek gezin. Ja. En dus ging je naar een katholieke school. En daar hebben we een... Kijk nou toch. Ja, dat is ons... dat zal wel de eerste communie geweest zijn. Zo te zien is dat de eerste communie. Keurig netjes in het park. Ja, echt schatjes, hè? Ja, heel mooi. En dan, wat hebben we nog meer? De communie? Dit is de school. Ja, dit is voor de Joodschool. Joodschool, ja. Ja. In de Oppenheimstraat, hè? Oppenheimstraat. Ja. Daar gingen wij op school toen. Een jaar daarvoor zwerfde door de hele Leiden, want die school werd gebouwd toen. Ja. Dus toen bij de opening, ik denk dat we inderdaad in de tweede klas zaten, toen zijn we richting... Die dat is zo'n jasje van Joris Driepinter, hè? Ja. Die is er nog steeds, hè, Karel, die school. Ja, ja, een ja, van ja, de grootste scholen van Leiden. Ja, heel groot geworden, ja. Nou ja, daarnaast had je de openbare school. Ja. Die is weg nu. En de protestantse school. Ja, ja, ja. Dus, nou, dat weet ik nou, er is wel weer een openbare school teruggekomen. Hè. De Lorentzschool die is min of meer uit buren gekomen. Ja. Nee, heb ik nog een foto voor je om te laten zien? Ja. Kijk. Nou ja, goed. Dit is weer die hele familie, maar nu wat ouder Ik allemaal. Moet zeggen dat er wel wat veranderd is, hoor, sinds die scheidingen, et cetera. Ja, maar dit is, toen waren mijn ouders 50 jaar getrouwd voor de Burcht. Als, als echte Leiners moesten toch een mooi plekje vinden en dat werd de Burcht. Zo hebben we de cirkel rond van 50 jaar opa en oma naar 50 jaar van je eigen ouders. Ja. Maar goed, daar zitten onze 2 kinderen, die zitten daar ook al. Ja, die komen straks nog langs, want jij bent daarna naar Bonaventura gegaan. Als... Nou, ik heb eerst op de Mulo gezeten, Titus Brandsma Mulo. Kijk, op de Vrouwenkerkhof. Vrouwenkerkhof, waar... meneer Witteman was daar de directeur. Meneer Witteman was daar de directeur van. En zijn zoon zaten er ook. Ja. Nou, daar had hij nog meeste handen aan vol, dacht ik. Maar en vanuit de Mulo naar de ABS gegaan. Dat was toen een heel gebruikelijke gang. We gingen toen van groep of klas 4 de Mulo, ging naar de ABS toe. Ja. Ja. Bij Bona. Bij Bona, ja. En toen ging je studeren. Tussendoor, is dit voor of na of tijdens je studie? Dan moet ik eens even goed... Nou, nee, dit was duidelijk na mijn studie. Oké, dan kom ik zo nog even terug op die studie. Maar dit is in... Wat zien we? Goed, dan moet ik altijd weer bedenken, want ik ben... Wanneer ben je getrouwd? Ja, dat is goed. ik weet het toevallig. Ja. 29 januari. Ja. En komende januari, 40 jaar geleden. Dus 82, hè? 82 getrouwd. Mooi. En... ja, er zit ook nog wel weer een verhaal aan vast, hoor. Het is eigenlijk een moesje. Oh, zo zeiden we dat vroeger, ja. Nee, maar een moesje in de zin van... ik moest de militaire dienst. Ja.
Maar ik heb dienst geweigerd. Ja. En nou, dat heeft allemaal heel lang geduurd. Maar uiteindelijk werd ik erkend als dienstweigeraar. Ja. En toen moest ik vervangende dienst doen. Maar toen gaf ik op dat moment ook al les op Bonaventura. Nou goed, een heel verhaal, maar uiteindelijk moest ik geen vervangende... Nee, dat zit zo. Als ik nou ging trouwen, dan hoefde ik geen vervangende dienst te doen. En oh. ik was al tegen de 29 of 30. Oh, dat is een heel ander soort dus moedje dan. Dus ik ben toen getrouwd om, nou ja, goed, zeg maar de vervangende dienst niet te doen. Want ik vond mezelf inmiddels wel oud genoeg om gewoon te gaan werken. Maar hoe oud was je hier dan? Nou, 40 jaar terug. Dus 29. Oké. Okay. En met wie trouwde je? Toen was ik, even kijken hoor, 29. En met wie trouwde je? Maartje Bakker. Ja. Ja. En waar hebben die leren kennen dan? Ja, ze waren de helft van Leiden zijn partner heeft leren kennen, in de Koetsenteken. Kijk aan, kijk aan. Daar hebben we de koets weer. Ja, nou weet je het weer. Ja, in de Kruisstraat. In de Kruisstraat, ja. Later heet dat LK, Kaza. In Kaza. Je ging studeren, dat wou ik nog... laten we die dan ook nog even nemen. Nou, dit is je gezin van nu. Ja. Zeg even wie we zien. We zien, het achterste is duidelijk. Dat is mijn partner en ikzelf. Dan rechts mijn zoon Peter en links met de dochter Andrea. En onze lieve hond Jelko, die helaas er niet meer is. Oké. Okay. Ja. Okay. En zij zijn inmiddels 33 en 31 jaar oud. En je hebt ook al schoonkinderen? Wat zei je? Heb je ook al schoonkinderen? Kleinkinderen bedoel je? Oh, schoonkinderen. Ja, nee, ja, schoonkinderen. En kleinkinderen. Ja, een zwager en een... Mijn zoon is getrouwd. Ja. Ja. Hey, en ik ga toch nog even naar die studie, want dat wou ik nog even met je uitdiepen. Je ging naar de Universiteit Leiden en naar het Erasmus, las ik. Ja, nou, hoe zit dat nou? Toen ik van de middelbare school kwam, toen ging ik natuurkunde studeren in Delft, technische natuurkunde. Oh, die komt ook nog, ja. En ik ben toch echt alleenaar, dus ik zat daar en dat kon in die tijd gewoon veel makkelijker. Ik ging daar naartoe en ik had er ook een kamer. En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar natuurkunde kan ik toch ook wel doen in Leiden. Ja. Dus toen heb ik me na 2 maanden weer over laten schrijven. Zo ben ik uiteindelijk toch weer in Leiden gebleven. Of weer teruggegaan. Ja. En heb je het afgemaakt? Ja. Ik heb op mijn oude school, Bonaventura, 3 jaar dagonderwijs gezeten. Daarna 3 jaar op de avondschool Boerhaven lesgegeven. Ja, ja. Dus totaal zeg maar 6 jaar onderwijs. Ja. Maar die laatste 3 jaar ben ik naar, nou dat heette toen niet Erasmus, maar dat was de interfaculteit bedrijfskunde. Ja. Tussen Rotterdam en Delft was dat een samenwerking. Toen heb ik nog bedrijfskunde gedaan. Ook af. En dat was in die 3 jaar dat ik avondschool les gaf. Dus zo gaf ik avondschool les. Dat is hard werken geweest. Ja, en dan natuurlijk de studie. Ja. En ik was in die tijd ook 3 jaar voorzitter van tafeltennisvereniging Skilla. Kijk aan. Dus ik had een vol programma toen. Ja. Maar ja, dat komt. Maar dat heb je dus wel keurig. En toen was je nog niet getrouwd? In die periode? Met die studies en zo. Want anders moest je dat ook nog erbij behappen. Heel huwelijk. Dan moet ik even goed nadenken. 40 jaar geleden. 40 jaar geleden. Toen, toen 82, nee toen ging ik net werken, ja. Het was na mijn studie. Ja. Vond je dat leuk, in het onderwijs werken? Dat duurt lang. Ik ben daar natuurlijk uitgestapt ook. Ik had 3 jaar lesgegeven en ik vond het op zich, het vak allemaal prima, maar uiteindelijk vond ik toch, daarna ben ik ook bedrijfskunde gaan doen, die 3 jaar. Dat ik wat anders wilde. Nou, stap ik over naar je werk. Als je dat dan bekijkt, dan heb je allerlei werk gehad, wat ik dan maar even samenvat onder de ING. Als ik het goed gezien heb, Postbank zag ik en nog een heleboel andere dingen. Daarvoor 3 jaar Consumentenbond. Ook nog. Dus ik heb na mijn schooltijd, Boerhaven, stuurde ik af. En toen heb ik bij de Consumentenbond 2,5 jaar gewerkt. En toen ben ik naar de postcheck- en girodienst gegaan, maar met het idee van die zouden toen gaan privatiseren. Dat leek mij leuk om daar dan te werken. En dat, zag ik nou dat je een heleboel verschillende soorten werk gedaan hebt? Verschillende functies? Ja, binnen één bedrijf wel. Aan de ene kant, ik heb met name altijd in het veranderen van de organisatie gezeten, ondersteund met IT.
ik ben geen IT'er, maar wel meer bedrijfskundig, zeg maar de intermediair. Dus, ja. En wat heb je? Je hebt daar projectleider, programmamanager, portfolio manager, afdelingsmanager van projectleiders. Van maar als IT-er. Ik dat hoor, dan kan ik eigenlijk wel zeggen dat je die studie natuurkunde mooi heb afgemaakt, maar daar deed je later op zeker moment helemaal niks mee. Nee, helemaal niks meer mee. Nee. Ik, bedrijfskunde had ik eigenlijk meer, dat was meer feeling, mijn, ik heb toch vooral leidinggevende, coördinerende banen gehad. En daar was bedrijfskunde gewoon meer op. Is dat ook nog in de IT? Nou, IT, niet in de IT, maar wel. Oh, dat dacht je. Nee, binnen het bedrijf. Binnen het bedrijf, kijk, je hebt natuurlijk altijd binnen dat soort grote organisaties. De vrager, de commercie of wat dan ook. En de IT'ers. En daartussen moet het allemaal een beetje geregeld worden. Jij bent nu met pensioen. Ben je tot je pensioen bij de ING gebleven? Nee, ik ben dat is alweer een tijd geleden hoor. In 2008, dus was ik 56. Ja. Toen ben ik bij de ING weggegaan. En weg willen. Dus dat, maar ook vanwege een reorganisatie. En toen heb ik nog een groot aantal jaren ook weer in het onderwijs teruggegaan, maar dan meer de bedrijfskundige IT-vakken gegeven. En wat opdrachten af en toe. En dat heb ik tot mijn 65ste gedaan. Maar dat was toen niet meer 40 uur per week. Nee. Dat was gewoon 2 of 3 dagen per week dat ik. Ja, want ik zag dat je mij de hogeschool les hebt gegeven, hè? College gegeven. Haagse Hogeschool. Haagse Hogeschool. Ja. Ook Hogeschool Leiden trouwens. Ja? Maar dat was meer een grap van mijn broer, tweelingbroer en ikzelf. Ja. Hij was daar docent fysiotherapie. En op een gegeven moment zijn wij elke gezegd van, joh, kan jij niet eens een keer voor mij lesgeven, had hij gezegd. Ja, dat is goed. Ja. En die zaal zat vol en ik had natuurkunde gedaan. Dus ik begon met van het verhaal van, joh, we hebben ons in de vakgroep overlegd. En we vinden dat eigenlijk dat fysiotherapeuten te weinig natuurkundige en wiskundige kennis hebben. Ik heb een heel verhaal. Ik heb contact met de Rijksuniversiteit Leiden om eventueel degene die het niet voldoende niveau hebben om bijles te geven. Dus ik had zo'n heel verhaal. Ik begon met een hele ingewikkelde som op dat bord. Nou, en toen kwam hij binnen. Nou ja, dat was natuurlijk dat was een van de grapjes die je kan uithalen met het tweelingschap natuurlijk. Ik zag overigens ook de Open Universiteit, maar ik moet door. Ik wil door. Maar ik heb een intermezzootje en ik vraag nu aan de regie om al die foto's achter elkaar te laten zien. Ja. Want daar komt 1 vraag uit. Maar ik vond het wel heel bijzonder dat je me deze ook allemaal gestuurd hebt. Kijk, hier ben je aan het zeilen. En dan, dan weet ik ook nog niet. Ze mogen allemaal achter elkaar. Kijk, tafeltennis, skila hebben we al genoemd. Ja. Ja. Dan komt er nog fietsen. Ja. We hebben ook nog bergbeklimmen. Ja. We hebben nog skiën. Ja. En kamperen. Ik hou van bewegen. Als je ja, en surfen. En marathon. Kijk. Karel houdt van sport? Ja, nogal. Ja, nog? Nou ja, van bewegen, ja. Ja. Van bewegen, ja. Ja. We kijken niet eens zo. Ik ben niet zo'n toeschouwer van sport, maar wel van doen, ja. Ja. Ja, absoluut. Nee, mooi. En dat zit, ik zag volgens mij ook nog even een foto van een zoon. Jouw zoon, die doet ook heel erg. Dat was die eerste. Ja, die eerste. Dat heeft ons voor een deel ons leven wel beïnvloed. Die roeide in Amsterdam bij Nerenhuis. Ja. En toen hij basketbalde ook best wel aardig. Maar toen ging hij naar Amsterdam en toen is hij gaan roeien. Leuk. En toen op zijn 19e zei hij van, ik wil naar de Olympische Spelen. Ja. Nou, daar heeft hij echt 10-11 jaar keihard voor gewerkt. En op zijn, 28ste? Ja, 28ste. Is hij naar Rio geweest, wij uiteraard ook. En toen heeft hij de 5e plaats gehaald bij. Maar dat is al een belevenis. Natuurlijk. Ja, nou ja, ons leven werd ook wel beïnvloed daardoor. Ja, heel erg. Want dat je moet er ook veel voor laten, hè? Ja, heel veel. Ja. Ook heel veel plezier gehad. Ik mis het af en toe wel eens naar de bosbaan of zo om wedstrijden te zien. Maar goed, die heeft geroeid. Ja. We gaan over naar je, ik zeg vrije tijdswerk, maar dat is het ook. Maar het is ook werk. Je besteedt heel veel tijd aan een heel mooi doel in Leiden. Zeker. De voedselbank. Ja. Hoe ben je daar gekomen, Karel? Je bent voorzitter van de voedselbank. Ik ben voorzitter van de voedselbank. Ja, dat is via een vriend geweest die via VIA had gehoord, er is daar een vacature. En ik deed daarvoor, We hebben hem.
Ja, daarvoor heb ik een stichting, eigenlijk toen ik 2008 minder ging werken, heb ik een stichting Zuiver Afrikaans Water opgericht. Ja. Met een vriendin van mijn, van mijn partner, die tropenarts was. Nou, dat waterproject in Afrika. En na 5 jaar kwam dit langs en toen had ik zoiets, als Leidenaar vond ik het wel erg leuk om wat dichter bij, in Leiden vrijwilligerswerk te doen. Ja. Dus dat is... Dat was 8 jaar geleden. Acht jaar dat ik heb nu bijna 2. Ik zit nu mijn 8e jaar voor de voedselbank. Wat doen jullie precies? Voor wie het nou eigenlijk nog niet weet, maar ik snap niet als iemand het niet weet hoor. Eerlijk. Ja, dat. Maar toch zijn er nog veel mensen hoor die het niet weten. Dat is voor ons, die zijn er wel. Hoe werkt het? Hoe het werkt? Kort en krachtig. Nou, de voedselbank in Leiden bestaat 16 jaar. Ja. Wat we doen is... anders verspild voedsel halen we op wekelijks. We doen inzamelingen bij de supermarkten. Dat heeft ook iedereen in Leiden wel eens een keer gezien dat we er staan. Ja. We krijgen natuurlijk spontaan donaties en we krijgen financiën om dat totaal bij elkaar verspild, inzamelen en een stukje kopen. Dat delen wij wekelijks delen we dat uit aan in Leiden en omliggende gemeenten. Op dit moment zo'n tussen 425-430 huishoudens. In die gemeentes die het... Die ik net noem. Dat is dus Leiden, Leidendorp, Oeschoetwoude en Oeschoetwoude. En dan is het niet zo, Karel, want dat beeld dat moeten we ook wegnemen als het bestaat. Dat is niet zo van, kom, ik ga eens even naar de voedselbank. Nee, het zijn echt mensen die het nodig hebben. Om al een voorbeeld te geven. Je hebt in Nederland, dat is zo'n bekend aantal... Mensen wat dan in armoede leeft, dat wordt 1 miljoen, even nog meer zelfs. En van die 1 miljoen zijn er zo'n 80.000, 90.000 die bij de voedselbank mogen komen. Omdat, we kunnen niet... Ja. Dus die criteria zijn behoorlijk streng. Dat betekent dat als je bij de voedselbank binnenloopt... We geven sowieso 4 weken lang... controleren we niks om de drempel laag te houden. Ja. En na 4 weken krijg je een intake... En elk half jaar krijg je een herintake. Ja. Want er zit natuurlijk een beetje spanning tussen. Sowieso moet iemand al die drempel overkomen. Ja, heel veel. Nou, dat is ook voor, als je me nou vraagt wat is een grote uitdaging voor alle voedselbanken, maar ook in Leiden, is dat wij denken dat als je Leiden-Leiden-dorp, et cetera, bij elkaar optelt, zit je bijna wel bij 200.000 inwoners. Ja. En we krijgen er geen vinger achter, want die cijfers zijn er niet. Maar wij denken dat het dubbel of misschien wel het 3 keer... zoveel mensen gebruik zouden mogen maken aan de voedselbank. Ja. Maar door niet weten, wat ik ook niet helemaal snap in deze tijd, dat je niet meer weet, maar goed. Maar ook niet durven. Niet durven. Schaamte. Ja. Ja, en dat is toch een belangrijkere. Ja. Terwijl voor iemand die het allemaal wel heeft, is het heel makkelijk om te zeggen, je hoeft je niet te schamen. Maar het gevoel kan je eigenlijk wel begrijpen bij mensen. Ja, en daar moet je dus eigenlijk met elkaar proberen die drempel af te breken. Die drempel proberen. We proberen ook goed zo gasvrij mogelijk te zijn. We hebben ook je bent er zelf geweest, een mooie locatie. Ja. Waar mensen echt wel... je komt niet ergens in een achteraf gebouwtje, schuurtje. Het is ook... Maar die mensen uit die andere gemeentes moeten ook daar komen allemaal. Dat is niet helemaal zo. We hebben een bezorgdienst. Ja. Dat betekent dat mensen die echt niet kunnen... Die krijgen op elke woensdag of donderdag krijgen die het bezorgd. Dan hebben we in Zuidwest hebben we een klein uitdeelpunt. Een kerk waar we uitdelen. Ja, en dan verder wel in het industrieterrein De Waard waar we dan zitten. En dan moet je inderdaad vanuit Zoeterwoude of vanuit Leidendorp moet je wel daar naartoe. Ja. Maar dat is door die bezorgdienst. En ook flexibiliteit wanneer je het kan ophalen. Dinsdag, donderdag of woensdagavond. Ja. Dus ja. Ja, het werkt heel mooi. Ik heb het gezien, dat klopt. Ja. En ik ben erg onder de indruk geraakt van hoe jullie werken. En ook met grote zorgvuldigheid waarmee jullie werken. Ja. Ja. Ook naar de mensen toe, want dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Zijn er dingen die jullie niet uitdelen of niet willen uitdelen? Nee, wij delen sowieso geen alcoholische drank uit. Dat is gewoon... Dus eigenlijk wel echt voedsel? Krijgen wij... Ja. Nu met de kerstperiode krijgen we vaak kerstpakketten. Ja. Die mensen toch, die van de voedselbank... Ja, daar zit dan fles wijn in. Nou, die halen we eruit. Die verkopen we aan de vrijwilligers zelf. Ja. En voor dat geld kopen we weer voedsel. Ja. Nou, dat is... En
Doen jullie iets met Kerstmis speciaals, omdat het vandaag toch tweede kerstdag is? Absoluut. Ja? Ja. Nou, wat ik hier dan wel wil zeggen is dat hoogschoolleider, daar hebben we een goede relatie mee. En die, denk misschien voor het derde of vierde jaar, dat studenten van de commerciële afdeling, ja, die krijgen als project om voor een goed doel in te zamelen. Ja. En wij hebben ze dit jaar, maar dat was ook voorgaande jaren ook gevraagd, om het geld dat ze inzamelen, of we dat kunnen besteden aan ons kerstpakket. Ja. Dat betekent dat we een kerststol, eieren, iets extra's. Goed stukken. Ja. Ja, echt extra. Ik heb het toevallig gisteren het lijstje gezien wat er allemaal komende week uitgedeeld gaat worden. En daar, daar kan je vingers wel weer aflikken, heel zou ik zeggen. Heel goed. Nou, nee, dat is echt. Is de mensen van harte gegund. Ja. Nou, het heeft ook wel spin-off gekregen, Karel. Dat laat ik je nog maar even zien. Ik had de eer om op bezoek te gaan bij Karel van Schie en zijn collega bij de Leidse Voedselbank. En wij troffen hen daaraan in een bodywarmer, in een redelijk koude hal, als een soort van bouwvakkers zaten erbij. En dat is meteen ook de sfeer die de Voedselbank heeft. Het is een hele platte organisatie met een meewerkend bestuur. En wat ik zo knap vind, met al die jaren, al 16 jaar volgens mij, een enorme continuïteit. Want ga er maar eens aan staan met zoveel vrijwilligers. Het zijn er rond de 90, veel 60-plussers. Een paar keer per week, 2 ochtenden, tegenwoordig een avond, tegenwoordig ook chauffeurs die rondrijden, die klus klaren. Je kan niet zeggen, joh, we hebben het even druk, we slaan een weekje over. Of we hebben wat weinig mensen, laat de boerenkool deze week maar zitten. Je hebt te maken met verse producten. Die moeten op een goede manier bij de mensen komen. En dat gaat zo goed omdat die vrijwilligers ontzettend goed worden begeleid. Als ze binnenkomen krijgen ze een buddy. Ze krijgen een soort opleiding over voedselwarenkennis. Er is veel zorg om het welzijn van vrijwilligers. Een-op-een gesprekken, er is altijd een dagopening, ze noemen het ochtendgebed. Er zijn barbecues, et cetera. Dus kerstpakketten, nou, je kent het allemaal wel. Maar ongelooflijk knap wat deze organisatie al jaren doet. Er zijn plannen om nog meer te gaan doen. Dat ga ik niet allemaal opnoemen. Maar in ieder geval voor nu heel erg gefeliciteerd met deze nominatie. Hier zijn de bloemen, die mag je meenemen. Mag ik die gelijk? Karel van vrijwilliger. Ah, dat mag. En ik zou het ook vinden dat je zijn bloemen krijgt. Mogen we dan ook een naam weten? Ann Summer. Ja, dit was Bernadette Drent. Dat is een van de juryleden van de Vrijwilligersprijs, Leiden. En hier leest zij voor, of zij doet een voordracht van de nominatie. Jullie waren genomineerd als organisatie. Ja. En welke verrassing was dat? Jullie wonnen de prijs. Ja. En daar feliciteer ik je van harte mee. Dankjewel. Want het is best een aardige geste. De gemeente doet die prijs, die heeft die prijs het leven geroepen. Een onafhankelijke jury beoordeelt die organisatie in dit geval. En jullie zijn eruit gekomen als degene die de prijs van harte verdiende. Dus gefeliciteerd. Dankjewel. Het mag ook denk ik een stimulans zijn voor de toekomst om er goed mee door te gaan. Ja, jij absoluut. Stopt er eerder mee. Nou ja, ik heb het heel kort. Je mag nog kort zeggen over waarom je stopt. Nou, ik stop statutair. Ja. 2 keer 4 jaar. Ja. Maar dat is niet de enige reden. Ik denk ook dat het goed is dat een organisatie af en toe gewoon ververst qua management in dit geval. Dus ook daar hebben jullie aandacht voor, dat er, dat er doorstroming is. Ja, ja. En laatste vraag aan jou, Karel, als het mag. Wat ben je eigenlijk van plan met je vrije tijd te doen hierna? Ja, dat is een goede vraag. Ik ga zeker nog wel wat doen. Maar ik weet het nog niet. Ik ga wel wat doen. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek en voor je komst. Dank je wel. Ik dank u voor het kijken, luisteraars. Volgende week ziet u als mijn gast Meta Knol.